Burgemeester Blanksma, het begint een beetje een traditie te worden, het eindejaarsgesprek. Fijn dat u er bent. Hoe zit u er zo bij aan het einde van 2023? Ja, fijn dat we dit gesprek kunnen hebben met elkaar. En als ik zeg maar hoe ik mezelf nu voel, dan zit ik erg vol energie, energiek. Eigenlijk een heel positief, fijn gevoel als we terugkijken naar 2023, maar ook als we weer vooruitkijken naar 2024. Dus energiek. Ja, want we gaan natuurlijk terugkijken, hè? Daar is dit gesprek voor bedoeld. Als u nou zelf kijkt naar het afgelopen jaar, is er dan een moment waarvan u zegt, toen maakte mijn hart een sprongetje? Ja, als ik terugkijk naar 2023, dan zijn er natuurlijk veel meer momenten waarop ik denk van jongens, ik mag hier burgemeester zijn en dan maak je een sprongetje van ja, fantastisch dat je je stad zo mag neerzetten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het bezoek van onze koning. Dat is altijd een feest. Het is mooi als we dat hebben. Dat de koning, hij is al zo vaak geweest. Ik denk dat hij zelfs zijn automotive pilot niet meer aan hoeft te zetten. Dus dan is dat fantastisch. Maar ik denk ook aan alle mensen die ik een koninklijke onderscheiding heb mogen geven. 16 in totaal dit jaar. 12 op Lintjesregen en 4 door het jaar heen. Dit zijn wel de mensen die onze stad dragen. En dan is dat fantastisch om dat mooi te mogen doen. En 60-jarige huwelijken, zelfs 70-jarige huwelijk, ja, heb ik klopt. Begrepen. Ja. Hoe is dat om daar dan naartoe te gaan? Ja, fantastisch. 60-jarige huwelijken doe ik 4 keer per jaar. Nodig ik ze uit op het kasteel in Helmond, ons prachtige kasteel. Gaan we lunchen met elkaar. En ik denk dat wij dit jaar wel bijna zo'n 160-jarige huwelijken hebben. Dus elke keer clubjes van 25 en dan komen er gemiddeld zo'n 20 stellen. Komen dan met mij samen dat vieren. En ja, dat is fantastisch. Daar komt alles samen. En ik heb toevallig gisteren ook nog zo'n bijeenkomst gehad in het kasteel. En dan zijn er altijd van die echtparen die daar 60 jaar geleden al getrouwd zijn in het kasteel. En die zitten daar dan. En dan is gewoon fantastisch. Dat zijn onze echte Helmonders. Hoe vindt u tijd om al die dingen te doen? Ja, ik denk tijd is ook prioriteit, noem ik het altijd. Maar ik geniet er zelf ook van. Hè. En dan voelt het niet als van, ja, een dag heeft maar 24 uur. Ik moet er ook wel van slapen. Natuurlijk ook nog een gezin. Maar ik heb het er heel graag voor over. Nou zijn er natuurlijk veel meer Helmonders om trots op te zijn. Als ik er nou één noem, is dat riskant. En toch ga ik het doen. Niels Vink, hè? Niels on Wheels. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mensen van je zegt, nou, daar ben ik als burgemeester wel heel trots op. Ja, namen noemen is altijd zeg maar gevaarlijk. Ja. Ja, maar ik denk, Niels, die is al jaren, komt hij ook in mijn lijstje voor. En ik denk van, wauw, fantastisch wat hij in de wereld neerzet. Met zeg maar de handicap die hij zelf heeft. Het beste eruit halen, perfect presteren, geloof in jezelf. Eigenlijk is hij een voorbeeld voor ons allemaal. Dat is fantastisch. Maar ook dit jaar hadden we Sterre van de Bogaert. Sterre van de Bogaert is een dame die zeg maar de veteranen in onze stad, maar eigenlijk in Nederland, promoot, zou je kunnen zeggen. Die heeft een loop gedaan van Zeeland naar Brabant. Ja. En daar heeft ze geld voor opgehaald. En daar is uiteindelijk de Witte Anja-prijs mee gewonnen landelijk. Nou ja, dat zijn natuurlijk prachtige voorbeelden dat jonge mensen voor de veteranen zoiets in gang zetten. Want die veteranen zijn ook heel belangrijk. Ja, als we kijken naar 2023, hebben we onze veteranen. We hebben er zo'n 600-700 in Helmond. En we hebben dit jaar een stichting veteranen opgericht om onze veteranen nog meer aandacht te geven. Dus dat is natuurlijk een fantastische mijlpaal voor 2023. Jazeker. Ja. Er was nog iets bijzonders. 95.000 inwoners. Ja, ook dat. 95.000 inwoners. Ik weet nog dat toen ik begon, zaten we ongeveer zo'n 88.000, 89.000. Nu 95.000 inwoners. Hebben we mooi gevierd. Was met een jonge dame in Brandenvoort. En dat zijn natuurlijk wel hele mooie mijlpalen. Maar Helmond groeit door. Ja, we groeien door. De voorspelling is dat we in 2028 gaan we naar de 100.000. Ja, dus over een jaar of 5 hebben we 100.000 inwoners. En dat, ja, zoals het nu eruit ziet, zal het in 2040 ongeveer zijn 115.000 inwoners. Ja, dat is ongekend. Want we hadden dus gisteren over die 60-jarige huwelijken. Dat was 1963. Toen hadden we 45.000 inwoners. En als we nu kijken, ja, dat is meer dan verdubbeld. Ja, de stad groeit en bloeit van alle kanten. En daarom wordt er op dit moment ook heel veel gebouwd.
Kun je wel zeggen. Hè? Dus we gaan ruim 10.000 woningen erbij bouwen. Doen we ook veel binnenstedelijk. Hè? Ook de binnenstad zie je echt veranderen. Maar ook op andere plekken worden mooie huizen, mooie zeg maar, gebouwen neergezet. En ja, het is fantastisch om te zien. Ja, als je zo in de skyline van Helmond kijkt, dan is er niet één plek waar je geen hijskraan ziet. En dat is eigenlijk Helmond, stad van de toekomst. Hè. Dat kun je echt wel zien, makers van de toekomst. Dat komt echt tot uitdrukking in de activiteiten van onze stad nu. Ja, want we hebben een nieuw zwembad. Ja. Ik zag daar volgens mij een van de wethouders nog bommetje doen. Ja, fantastisch. U zei nog zo, geen bommetje? Geen bommetje, maar hij deed het toch? Hij deed het toch? Nee, ja. We hebben natuurlijk allemaal... Ik ben natuurlijk nog een kind van de Wisse. Hè, dus zou ik kunnen zeggen, de Wisse is dan op een gegeven moment toch verouderd. En moet er een nieuwe zwembad ontworpen en gebouwd worden. Mm. Dat hebben we dit jaar. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Is weer een plek waar we weer trots op kunnen zijn. En waar iedereen weer gewoon kan zwemmen. En alles kan beoefenen in de water. Sport die er maar kan. En dat is natuurlijk op de Braak. Is dat een prachtige plek waar we dat nu hebben geopend. Daar beginnen natuurlijk de eerste contouren van het nieuwe stadion ook super, al te komen. Super. En wat betekent dat voor de stad, zo'n mooi nieuw stadion? Ja, super. Hè? Dus ik daag natuurlijk Helmond Sport zelf uit om ook de prestaties Novenant te hebben. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar eigenlijk komt bij dat stadion is wel voor Helmond Sport. Maar daar komen ook andere sportclubs bij elkaar. Dus het is ja, toch een hele mooie sport- en beleefcampus, zoals wij dat dan noemen. Waar heel veel bij elkaar komt en waar sportief Helmond zich heel erg kan uitleven. Dat zijn allemaal hele mooie dingen, maar ik kan me voorstellen dat er in het afgelopen jaar ook wel eens een moment geweest is dat u dacht, dit is niet fijn, dit voelt niet fijn. Ja, dit zijn zo van die momenten als je zo'n vraag stelt en je kijkt terug op 2023, dan kijk je ook naar de wereld, zou je kunnen zeggen. En daar zie je zeg maar de oorlogen die op ons afkomen en natuurlijk de oorlog in de Oekraïne. Die is al toch al lang aan de gang, ruim anderhalf jaar. En als ik naar 2023 kijk, dan denk ik met pijn af en toe aan de mensen die gevlucht zijn in de Oekraïne. We vangen er in Helmond hier veel op. Mm-hmm. En wij doen het onder andere in het oude Knippenberg lokaal, school. Daar zitten ongeveer zo'n 250 Oekraïense, vooral jonge vrouwen met kinderen. Mm-hmm. En als je dan ziet, die zijn daar ooit gekomen en je dacht, nou, we gaan er drie maanden zitten en dan kunnen we weer terug. Die oorlog duurt zo lang. En dan zie je dat zo lang op zo'n kleine ruimte met elkaar leven, dat brengt spanningen met zich mee. En ik heb uiteindelijk dit jaar drie gezinnen in die locatie naar een andere locatie gebracht. Om uiteindelijk de rust ook weer met elkaar te hebben. En dat zijn ontzettende moeilijke beslissingen. Dat doet iets met u. Ja, absoluut. Daar lig je wakker van. Ja. Daar lig je wakker van, omdat je het voor iedereen goed wil doen. We zijn een gastvrije stad. Hm. We vangen veel mensen op. Maar dat je, als je heel lang bij elkaar zit, dan kan er ook iets gebeuren waar je wat minder populaire maatregelen moet nemen om voor iedereen het uiteindelijk weer goed te kunnen doen. Dus, en volgens mij komt het wel goed, maar het zijn geen makkelijke beslissingen. Want er waren meer moeilijke dingen in de wereld natuurlijk. Aardbevingen, een nieuwe oorlog erbij. Ja, dat raakt onze stad natuurlijk toch enorm. Ja, ik denk wel. We hebben ook alle culturen in onze stad. Ik heb ook dit jaar weer alle moskeeën bezocht. Alle groeperingen in onze stad. En dan, dat raakt mensen. Dus als er een vulkaanuitbarsting is, dat raakt familieleden van Helmonders hier. Nou, en dan probeer je echt te zijn, te helpen. We hebben een aantal bedragen ook als gemeenteraad gestort voor landen die het moeilijk hebben. Nou, dat is heel verdrietig af en toe. Ja. Van een hele andere orde. Het Huis voor de Stad, dat kwam maar niet af dit jaar. Nee. Hoe kan dat nou? Goed werk heeft tijd nodig, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Ik kijk er enorm naar uit. Het is een prachtig huis voor de stad, hè, want het is echt voor de stad. We gaan er toch in april, mei gaan we erin trekken. En we kunnen wel kijken wat niet gelukt is, maar we gaan ook kijken wat wel lukt. Het staat er. We gaan vanuit verschillende locaties, hè, het oude stadhuis, dat staat op die plek. Mijn oude raadzaal, op andere locaties zitten we allemaal, gaat allemaal bij elkaar. En uiteindelijk is dat toch een plek van ontmoeting. Dus ik zie er ontzettend naar uit. April.
april, mei proberen wij in ieder geval onze eerste raadsvergadering daar te houden. En dan moeten we natuurlijk onszelf daar eerst even inrichten. En dan hoop ik toch voor de zomer een mooie opening voor heel Helmond, voor alle inwoners in het stadhuis te hebben. We gaan er naar uitkijken. Ja, u heeft een aantal neventaken. Een ervan is dat u voorzitter bent van de Raad van Toezicht van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. Geeft dat nou meer zicht op de financiële ups en downs in gezinnen in Helmond? Ja, niet alleen in Helmond. Hè. We zien dat, we zien dat er veel groei is, maar dat ondanks die groei niet iedereen mee kan profiteren van die groei. En dat je toch ziet dat ongeveer zo'n 20-30% van Helmonders, maar ook landelijk, moeite hebben om met rond te komen. Moeite hebben om grip op die portemonnee te krijgen. Daarom ben ik ook eigenlijk lid van de Raad van Toezicht van het NIBUD, omdat ik weet als geen ander dat als mensen geen grip hebben op hun portemonnee, hebben ze bijna geen grip op hun leven. En dus zorgen dat de financiële huishouding van mensen een beetje gezond is, dat is enorm belangrijk. Nou, en je ziet het ook in Helmond. Hmm. Daar is het echt, gewoon als er schuldenproblematiek zijn, dan is het nooit één komt alleen, dan komen er meerdere problematieken bij elkaar. Dus goed aan de voorkant zitten om elkaar te helpen om de grip op die portemonnee te krijgen. Ja, want de gemeente doet best veel aan armoedebestrijding, mag ik het bijna wel noemen. En toch hoor je op straat wel eens, daar merk ik niks van. Ja, dan hoop ik dat deze mensen daar ook geen gebruik van hoeven te maken, omdat ze het dan niet hebben. Maar ik hoop dat de mensen die er gebruik van maken en die we helpen. En dan kijk ik toch naar Stichting Leergeld. Stichting Leergeld bestaat volgend jaar 20 jaar. En die helpen gezinnen, kinderen die in armoede leven en dus niet naar een sportschool kunnen, geen instrument kunnen bespelen, nog niet eens een fiets kunnen betalen, dat die geholpen worden. En we hebben de afgelopen jaar zo'n ruim 4000 kinderen kunnen helpen, om juist gewoon de basisbehoefte die voor heel veel gezinnen normaal is, om die ook voor die kinderen normaal te laten zijn. Dus we hebben dan of een fiets, of een laptop, of een telefoon, of een sportclub, om zo ook mee te kunnen participeren in de samenleving. En niet al zo jong dat niet te kunnen. Nou, hebt u het over de jeugd. Afgelopen jaar is een onderzoek geweest van RTL. En daar kwam uit dat het in Helmond toch wel zo was dat er wat risico's waren voor jongeren dat ze de verkeerde kant op zouden gaan. Ja. Is daar iets mee gedaan? Ja, zeker. Wij staan daar in een lijstje wat nogal hoog is. In die zin dat er best wel relatief veel jongeren zijn die risicofactoren in zich hebben om de verkeerde afslag te nemen, zoals ze dat noemen. Wij hebben daar aan de bel getrokken bij de landelijke overheid. En daar is een programma dat heet Preventie met Gezag. Dat wil gewoon zeggen, zorgen dat je aan de voorkant komt om mensen te helpen, jongeren te helpen. Maar ook heel duidelijk kaders te stellen en een streep te trekken tot zover. Om deze risicojongeren de goede afslag te laten nemen en om dan elkaar daarin te helpen. Daar hebben we voor de komende jaren, hebben we daar miljoenen extra geld voor naar Helmond weten te halen, om juist daar weer perspectief te bieden voor die jongeren die misschien aan het begin geen goede eerlijke kans hebben om de juiste afslag te nemen. Dat is wel heel fijn dat je dat dan als stad kunt krijgen. Ja, fantastisch. Het is eigenlijk best wel jammer dat we het moeten krijgen. Mm-hmm. Maar omdat we het hebben, is perspectief bieden voor deze jongeren het allerbelangrijkste. En wij werken daar met alle ketenpartners, zoals we dat noemen, met alle partners in de stad samen. Dat doen wij nooit alleen als de gemeente. Maar we doen het samen met de jongeren om te kijken wat ze nodig hebben om toch de goede afslag te nemen. Onderaan de streep, een plus of een min voor Helmond? Ja, drie plussen. Drie plussen nog wel. Drie plussen. Dat is heel veel. Ja, gaat heel goed. Je moet wel ook kijken, het gaat goed, dat hebben we net al gezegd. Er zijn heel veel dingen die goed gaan. Maar de zorg blijft voor die mensen die in Helmond het moeilijk hebben, om daar wel mee in contact en in verbinding te staan. Dat blijft altijd. Als u zegt dat het goed gaat, zou u kunnen stoppen als burgemeester? Ja. Dat gaat ook gebeuren, vandaar natuurlijk deze insinuerende vraag. U hebt het aangekondigd tijdens een raadsvergadering. Ja, klopt. Ik zou heel graag even samen met u naar een filmpje gaan kijken. Ja. Over een jaar, om precies te zijn, op 1 november 2024, eindigt mijn tweede ambtstermijn. Ik heb besloten om dat moment te stoppen als uw burgemeester. Het doet me meer dan ik dacht. Oh,
Had u het filmpje al eerder gezien? Nee. Nee. En wat doet het nou met u? Ja, nou, als ik het weer zie, dan raakt mij dat enorm. Omdat ik, denk ik, daar hiermee uitstraal dat ik het met liefde en plezier en met passie gedaan heb. En ik dacht, nou, dan ga ik even vertellen. En dan ga ik daar staan. Ja. Maar zoals ik het allemaal doe, altijd doe. Maar dan zit er toch iets in jezelf dat ik denk van, nou, het raakt mij enorm. Omdat je een periode voor jezelf ook afsluit. Dus ik vind het wederom emotioneel. Maar waarom gaat u dan toch stoppen? En waarom juist op dat moment? Het is gebruikelijk dat je wordt voor 6 jaar, telkens 6 jaar gekozen. Op 1 november volgend jaar is dan de vraag, wilt u nog voor 6 jaar doorgaan? Mm-hmm. Dan zou ik er dus 18 jaar op zitten. En dat vind ik echt te veel. Gezien mijn leeftijd te veel. Dus ik zou nooit 6 jaar meer burgemeester van de gemeente Helmond willen worden, kunnen worden. Ook gezien mijn leeftijd. Dus ik heb zelf, dit is een natuurlijk moment om te zeggen, ik ga niet voor een derde periode. En hebt u al een idee wat u daarna gaat doen? Nee, eigenlijk niet. Ik ben, ik sluit 1 deur en dan gaat beslist een andere deur open. Maar wat, daar laat ik op me afkomen. En dat is op dit moment eigenlijk helemaal niet zo belangrijk, want ik ben nog een jaar uw burgemeester. U gaat echt nog een jaar door? Absoluut, ja. Nee, vol verven. En dat verdient ook de stad. En ik denk wel, we proberen de stad er mooi voor te leggen. Ik zeg, ik zal de rode loper klaarleggen voor mijn opvolger, voor de 100.000 plus stad. Dus ik weet zeker dat degene die hier dadelijk weer burgemeester wordt, hopelijk net zo trots en met net zoveel passie de stad gaat leiden. De kerstdagen liggen alweer achter ons. Hoe hebt u kerst gevierd? Ja, gewoon heel klein en intiem hebben wij kerst gevierd. Eerste kerstdag komen traditioneel de kinderen. Mm-hmm. Mijn moeder ontmoeten we dan, is 92. Ja. En we koken zelf en we eten lekker samen. U kookt dan zelf? Ja, maar we doen allemaal een gerecht hoor. Dus u staat niet de hele dag in de keuken? Nee, ik ga voor het hoofdgerecht en de rest doet de bijgerechten. Ja. En dat is twee kerstdag? Nee, tweede kerstdag was natuurlijk iets heel anders. Ja, tweede kerstdag ben ik naar de musical geweest. Ja. De Hotspot 2050 hier van Helmond. De Helmond Musical. Nou, die was fantastisch. Want dan wordt Helmond een hotspot of? Nee hoor, als je hem kijkt. Maar ik ga natuurlijk niet verklappen wat er allemaal te zien is. Want er komen nog voorstellingen. Helmond is nu al een hotspot. Maar als we dan kijken met de Helmond Musical 2050 hotspot. Dan zijn er nog mooiere dingen. Dus u weet eigenlijk al of er straks een Ellie Blanksmaplein zal zijn in 2050. Ja, maar ik ga het niet verklappen. Dat vind ik dan weer jammer. Ja, dat gaan we niet doen. Mensen moeten gewoon zelf maar gaan kijken. Ga maar kijken. Ja, inderdaad. Fantastisch. Complimenten hoor voor de crew. Dan staat straks 2024 voor de deur, het nieuwe jaar. Heeft u een goed voornemen? Ja, het is ieder jaar hetzelfde. Gewoon een gezond leven, sportief leven. Een beetje lief zijn voor jezelf. Maar dat begint al een beetje te klinken als een afsluiting. Als ik u nou die afsluiting op camera mag gunnen, wat wilt u nog tegen de Helmonders zeggen? Voor alle Helmonders zou ik zeggen, een goed uiteinde en een heel goed begin. En ben vooral lief voor elkaar, kijk naar elkaar om en maak er het beste van. Dank u wel en voor u ook een fantastisch nieuwjaar toegewenst. Dank je wel.